Hey, hallo vandaag. Ik heb het een tijdje terug, heb ik het over een ochtendritueel gehad voor afvallen. En deze keer wil ik het hebben over een avondritueel. Wat kan een avondritueel jou helpen om af te vallen? Nou, ik heb gemerkt dat ik overdag redelijk goed op mijn eten kan letten. En dat ik alle dingen doe die ik zou moeten doen. Dat ik goed eet, dat ik netjes eet, dat ik schoon eet. En dan na het avondeten is net of mijn koelkast mijn naam roept. Jamie, kom eens kijken, ik heb iets lekkers. En gelukkig heb ik dan nog steeds die foto op mijn koelkast hangen van de kilo's die ik af wil vallen. Ik doe het koelkast weer netjes dicht. Maar wat mij nu helpt om 's avonds niks meer te eten na mijn avondeten, is om meteen na het avondeten, of 20 minuten na het avondeten, loop ik naar boven, ga ik mijn tanden poetsen. En dat is al een onderdeel van mijn avondritueel. En als de bacteriën van mijn tanden af zijn, dan merk ik dat ik een schoon gebit heb. Vind ik het zonde om te eten, omdat ik daarna weer een keer mijn tanden moet poetsen. Maar ook de bacteriën zijn van die tanden af, die ervoor zorgen dat je dus die hongertrek krijgt, dat je smaak trekt. Nou, dat is allemaal stapje 1. Dus die tanden poetsen. En als je dan, dan ga ik opruimen, schoonmaken aan de kant. Want ik merk als ik 's ochtends opsta in een opgeruimd huis, begint mijn dag veel lekkerder. Dus ik zorg ervoor dat voordat ik überhaupt naar bed ga of andere werkzaamheden, dat alles er van kant is. De afwas in de kast en de was en al die klets. Nou, dan is het tegen die tijd ook tijd om Kiro naar bed te brengen, mijn zoontje. Dan leg ik mijn zoontje op bed. En of ik heb 's avonds nog een sessie van 8 tot 10 ongeveer. Of ik ben in mijn kantoor lekker aan het werken. Of ik ben iets voor mezelf aan het doen. Heb ik geen cliënt, haal ik vast mijn make-up eraf. En doe ik mijn ding. Vaak douche ik ook al van tevoren. Ben ik lekker fris en schoon, kan ik zo mijn bed induiken. En heb ik een cliënt, doe ik dat uiteraard na mijn cliënt. En ik heb mezelf aangewend om niet meer op mijn telefoon te kijken voordat ik naar bed ga. En waarom is dat? Tegenwoordig heb je op de telefoon, kun je het ook instellen, wat blauwe licht. Maar er zit een blauw licht in je telefoon, waardoor je wakkerder en alerter wordt. Nou heb ik in principe niet echt een probleem met inslapen. Maar heb je dat wel, kijk eens naar je telefoongebruik, wat je doet 's avonds. En als je op je telefoon zit, krijg je alleen maar prikkels, filmpjes. Niks anders dan waar jij afgeleid door raakt. En omdat het entertainment-industrie steeds een van de grootste hypnoses is, naar mijn mening. Als ik op een filmpje klik, bijvoorbeeld op YouTube, of als ik weer een Facebook heb gezien, dan oh ja, en door, en door. En ik ben zo een uur, anderhalf uur verder. Dus dat is wat ik niet doe voordat ik naar bed ga. En ik lees heel graag boeken. En ik zeg elke keer, oh, ik zou willen dat ik tijd had om boeken te lezen. Nu maak ik daar tijd voor. Ik zorg ervoor dat ik mijn boek op mijn nachtkastje heb liggen. En elke avond lees ik, ligt er een beetje aan hoe snel ik moe word, half uur, drie kwartier tot een uur in een boek. En dat kan een roman zijn, maar de laatste tijd lees ik heel veel studieboeken of zelfeducatie. En het lezen zorgt er ook voor dat ik moe word en in slaap val en niet zo overprikkeld raak. En wat heeft dat ook met afvallen te maken? Als je goed slaapt, en dat heb ik in een vlog over slapen en het boek van Superslapen van Floris Woutersson verteld. Als je goed slaapt, wordt 's nachts ook alle hormonen in jouw hormoonstelsel, ik wijs wel naar mijn hoofd, maar je hormonen zitten natuurlijk overal, gereguleerd, zodat jij overdag minder honger hebt. Dat jouw hongerhormonen het werk doen die ze zouden moeten doen. Dus, en dan is het cirkeltje weer rond. Een goed avondritueel, tanden poetsen, zorg dat je niet meer op je telefoon zit voordat je in slaap valt. En lees alsjeblieft een boek of doe iets anders. En zorg dat je ook een goede slaap te pakken hebt. Het was hem weer voor vandaag. Hoe slaap jij en wat doe jij met je telefoon voordat je in slaap valt? Overprikkel jij jezelf? Of zorg je ervoor dat je heerlijk, rustig en ontspannen in slaap valt, zodat jij een frisse dag weer kan beginnen? En ervoor kan zorgen dat je voor gezonde producten kiest. Dat was hem weer voor vandaag. Ik zie je de volgende keer en een hele fijne dag.